En daarin is het belangrijk, denk ik, van te begrijpen dat autisme uiteindelijk staat voor kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid vertaalt zich vaak in probleemgedrag. Die kwetsbaarheid die wij inschatten als vanuit ja, problemen met communicatie, problemen met het begrijpen van sociale regels, verbeeldingsproblemen, noem maar op. Wat je uiteindelijk ziet van, dit zorgt ervoor dat het fundamentele probleem wat mij betreft voor mensen met autisme is, en verklaring van probleemgedrag, is dat uiteindelijk, dat is een beetje een manke vergelijking, maar dat mensen met autisme zijn eigenlijk niet compatibel met een omgeving, zoals de omgeving van wat neurotypische mensen dan zijn, mensen zonder autisme. Dat is een compatibiliteitsprobleem. Net alsof je op een computer zou zeggen van, ik stop er een stuk hardware in dat niet echt past, waardoor af en toe je computer ook gaat crashen, minder goed werken enzovoort. Ik geef een voorbeeld. Neem Jan, en ik noem al mijn voorbeelden altijd Jan. Jan die vanuit een niet begrijpen, maar wel, en dat is heel belangrijk, vanuit een poging om zijn omgeving te begrijpen, toch zo zijn best doet, maar het resultaat is uiteindelijk probleemgedrag. Jan, zijn papa, gaat voor 2 dagen, weekend, op reis. En het gevolg is dat Jan zichzelf gaat pijn doen. Dat Jan zichzelf gaat krabben, zichzelf gaat nijpen, zichzelf gaat slaan, tot op het punt dat hij begint te wenen. Op het punt dat hij begint te wenen, begint hij te lachen. Dat is voor een omgeving die autisme niet kent, is dat een onbegrijpelijk, bizar, zinloos, vreemd gedrag. Als je autisme begrijpt, dan is het een heel logisch gedrag. Jan, zijn papa, gaat op reis. Jan ofwel voelt veel verdriet, ofwel denkt dat dat er ook bij hoort. Als papa weggaat, dat je veel verdriet hebt. Jan heeft op school met plaatjes geleerd. Veel verdriet, dat is als er tranen bij komen. Bij Jan komen die tranen niet vanzelf, dus hij doet zichzelf pijn. En dan, van zodra dat hij kan huilen, al is het dan van de pijn, is hij blij dat hij kan uitdrukken dat hij veel verdriet heeft, waardoor hij weer tevreden is. En dit is de extreme logica vaak waar het in autisme om draait. En als je kijkt naar probleemgedrag, ga dan ook logisch gaan kijken. Vertrek nooit van te vlug van hypotheses vanuit je eigen denken. Vertrek vanuit dat autistisch denken en dan kom je al een heel eind.